Hey hallo, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe extra video van Magical Rise. Ja, vandaag een video zonder intro. Ja, ik kan me al niet aan mijn belofte houden, maar het moet vandaag heel snel zijn. Want ik heb vandaag nog plannen en zo. Dus het moet allemaal heel snel gaan. Maar ik moest het nieuws vertellen. Er is nieuws over de sing-along. Ja, we weten natuurlijk al heel lang dat de sing-along terugkomt. Er zijn heel veel mensen al die een ticket besteld hebben en er zijn ook nog heel veel mensen die nog geen ticket besteld hebben. Nu heb je nog geen ticket besteld, dan moet je dat wel even doen, want de eerste avond is al volledig uitverkocht. Maar gelukkig zijn er nog tickets op 1 december en op 2 december. Dus je kan nog echt naar de sing-along gaan, er zijn gewoon nog tickets. En het is de moeite dit jaar hoor, want de line-up is net bekendgemaakt. Het wordt top. Wie komen onder meer? Mijn grote helden. Samson en Marie komen. Plop komt. Piet Piraat komt. Mega Mindy komt. K3 komt. En nu iets waar dat heel veel mensen op hoopten. Waar er zelfs een petitie voor gestart is. Door Davy Muis. Big en Betsy komen terug. En dat wordt super spannend. Want Big hebben we natuurlijk al jaren niet meer gezien. Betsy hebben we natuurlijk al jaren niet meer gezien. Het wordt echt super spannend hoe dit gaat zijn en zo. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb Big nog nooit live gezien. Dus ik ga Big nu live voor de eerste keer zien. Samen met Samson en Marie. Hoe cool is dat? Echt waar. Ik kijk er echt naar uit. Nu. Er zijn ook heel veel fans die al even speculeerden over de Dalton Sisters en Ghostwalkers. Er is zelfs een fan die de handen van de Ghostwalkers terug wist te vinden in de poster van de sing-along. En ook die van de Dalton Sisters. Dus er is heel veel geknutseld door fans en zo. Heel leuk dat iedereen er zo mee bezig is. Maar die staan niet op de poster. Heel gek. Nu, of op de line-up. Nu, vorig jaar waren het er heel veel verrassingsoptredens. Optredens waar we niks van wisten. En ik denk, eerlijk gezegd, dat de Ghostwalkers en de Dalton Sisters mogelijk ook een verrassingsoptreden zijn. Dus dat ze wel werkelijk gaan komen, maar dat we het gewoon nog niet weten. Er is dus een mogelijkheid. Maar ik ben vooral heel, heel, heel blij met Samson Marie. Want Samson Marie, ja, jullie weten het, ik hou van Samson Marie. Dus als die komen, ben ik gewoon content. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor een feestje met Samson Marie. Een feestje met Plop, met Piet Piraat, met Mega Mindy, K3. K3, zou het de origineel zijn? Ik denk het niet. Het zal gewoon, volgens mij, Marten, Hanne en Julia zijn. En dat is ook prima. Dat is K3. Zo simpel is het. Get Ready is ook 100 keer verhaald, maar blijft Get Ready. En K3 blijft K3. En even denken. Ghostwalkers, gaan die volledig zijn als die komen? Ik denk het wel. Want Elendo komt terug naar België. Dus die kan nog wel eens op zijn drommels gaan staan. Trouwens, wat ik wil zeggen. Hoe gaaf zou het zijn, moest Samson Er Zit Meer in een liedje dat je denkt gaan zingen. En dat hij zingt, nu hoor je nu bijvoorbeeld de bassist. En dat dan Marie komt als Charlie van de Ghostwalkers. Dat die speelt natuurlijk basgitaar. En dat er dan Ghostwalkers begint. Zou geniaal zijn. Zou echt, maar Marie, wat doe jij nu? Kijk hoe. Nee, hopelijk kunnen jullie ook allemaal naar de sing-along gaan. Hopelijk kunnen jullie nog tickets bestellen als jullie dat nog niet gedaan hebben. En hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als het zo is, steek dan zeker jullie duimpje omhoog. Vergeet ook zeker te abonneren als je het nog niet gedaan. En graag tot de volgende keer. Dag.